Richard, 0-5 nederlaag tegen PSV. Je wist op voorhand dat het een hele moeilijke wedstrijd zou worden. Hoe kijk je nu terug op deze wedstrijd? Ondanks dat het 0-5 was, ben ik wel ontzettend trots op alles wat we met de meiden hebben afgesproken. 5-0 is te groot. Want ik vond ook niet helemaal de wedstrijd. Nou, je ziet dat PSV vele malen beter is, makkelijker voetballend. Maar als je zag wat onze doelstellingen waren en wat we graag wilden bereiken, hebben we dat hartstikke goed gedaan met z'n allen. En denk ik dat we best mogen terugkijken op een hartstikke mooie wedstrijd. Ja, maar dat werd na 10 minuten ongeveer 1-0. Daarna duurde het heel lang. Ja, dat stond eigenlijk best wel behoorlijk, ondanks dat ze wel kansen kregen. Ja, de eerste helft kregen we wat minder grip om echt goed te verdedigen. Maar ik wel vond dat we echt goed voetbalden. Met vlagen konden we ons makkelijk onderuit voetballen. Konden we tussen de linies voetballen. Dus dat deden we hartstikke goed. Het spel wat we hadden voorbereid klopt ook. Dat kwam er niet altijd helemaal uit. Maar dat is ook een beetje de kwaliteit van de tegenstander. Maar ik moet zeggen, in de tweede helft heb ik gezien dat we nog beter stonden te verdedigen. Ondanks dat we 4 goals tegenkrijgen. Maar als je zag hoe vaak wij de bal wel konden winnen, vond ik dat wel behoorlijk goed. Ja, het is jammer dat dan de 56, 59 minuten al heel snel dan die 0-3 ineens op het bord staat. Ja, gaat veel te snel. En dan zie je ook dat het team allemaal zo heeft van, oh, chips. Ja. Weet je, we kunnen het niet voor elkaar krijgen. Maar daarna pakten ze zich wel weer goed en gingen ze weer opnieuw staan. En ze hebben volgens mij tot allerlaatste seconde gewoon blijven strijden om toch nog een goal proberen te maken. Dus ja, daar kan je ze alleen maar de credits voor geven. Ja, ondanks dat in de stromende regen het ook niet makkelijk is om... Nee, die bal die glijdt. We spelen al met een bal die al wat gevoelig is daarvoor. Dat zie je ook wel. Maar als je zag hoe wij ballen inspeelden en ook nog gewoon konden kaatsen, dat was echt prima. Dus ik was wel blij mee. Ja, een aantal kansen ook de tweede helft. Ook een aantal kansen. Een hele goede zelfs van Anne. Anne heeft het publiek vermaakt, heb ik tegen haar gezegd. Dus was goed. Ja. Nou, wat minder positief is natuurlijk het uitvallen van Lydia. Wat was daar precies aan de hand? Ja, die kwam raar terecht op de rug. Die heeft last van haar onderrug. Nou, verwacht ik dat wel snel zal helen. Maar het zag er even naar uit. Helemaal als je met een brancard het veld af moet. Maar ik heb goede vertrouwen erin dat snel wel weer goed is. Ja. Wat is het overheersende gevoel van vanavond? Ik weet niet bij die meiden, want ik mag de kleedkamer niet in. Maar bij mij wel veel trots. Kijk, als we doelstelling afspreken en van de 7 halen we de 5. Dan hebben we het goed gedaan. En dat waren geen misselijke doelstellingen. Dus ik ben wel trots, ondanks dat het 5-0 is. Maar het moet ook wel realistisch zijn als je PSV ziet ten opzichte van ons. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Als je dan zo voetbal laat zien, dan is het prima. Ja,